Weet je, en wat ik me gewoon afvraag. Kijk. Ja, ik ben 28. Mocht je dat afvragen, ik ben 28. Ik ga vast een keer kinderen krijgen, daar zit het dik in. Het zit in de familie, sowieso. Maar met het tempo waarop er dingen bijkomen, het tempo waarop dingen afvallen, zeg maar, het tempo waarin alles de hele tijd verandert. Tot tegen de tijd dat ik dan kinderen heb, kan ik dan nog aan mijn kinderen uitleggen in wat voor wereld ik heb geleefd? En dat klinkt dan misschien een beetje oudbollig voor een jongen van 28, dat snap ik ook wel. Maar ik laat het er echt een keer eens tegen mijn dochtertje zeggen van nou, toen papa zo oud was als jij, had je nog geen computers, hè? Nee. Papa had nog de allereerste computer. Papa had nog een Commodore 64. Was de enige computer die dommer was dan papa zelf. Dat is een computer met een geheugen van 64 kilobyte, hè? 64 kilobyte. Wat is dat? Dat is ongeveer een half pornoplaatje. Maar papa zei dan geen computers waren. Hoe kon je dan bijvoorbeeld e-mail versturen? Ja, dat kon dus niet, schat. Daar had gewoon nog nooit iemand van gehoord, van dat hele e-mail niet. Maar als je dan jarig was en je gaf een feestje en dat je dan bijvoorbeeld oma wilde uitnodigen. Ja, dat kon wel. Dat deed dan anders, dat deed dan met dinges, met de post, hè? Post, hè? Post! Nederlandse woord voor mail, post. Je schreef gewoon een brief aan oma, hè? Een brief, een... Pakte eerst een stuk papier, hè? Papier. Dat spul op de wc waar je bips mee afveegt. Alleen dan zonnebloemetjes. En dan pakte je een pen, hè? Een pen. Een pen, een soort handmatig mini-printertje. En dan ging je gewoon schrijven, hè, schrijven. Schrijven is een soort intoetsen en uitprinten tegelijk. En dan schreef je gewoon wat je wilde schrijven aan oma. Van nou, lieve oma, ik ben jarig. Kom je ook? Dat is niet veranderd. En ging je dat dan zelf brengen? Nee. Dat was dan juist de essentie van post. Die brief die deed je dan in een envelop, hè, een soort papieren coating. En dan schreef je op waar de brief naartoe moest, zeg maar het e-mailadres van oma. Alleen dan zonder hotmail.com. En dan stonden overal op straat hele grote rode bakken. En dan was er een bedrijf en die bracht het dan rond. De PTT, hè? De PTT. Wat een stomme naam, zeg. Ja, dan vond de PTT ook. Dus toen werd het KPG ook stom, ja. Toen werd het TPG nog stommer, ja. Toen gingen ze failliet. Dan voor niks, papa, dat rondbrengen dat ze dan failliet gingen. Nee, je moest wel betalen, natuurlijk. Maar je kon toen niet moeilijk op straat gaan staan te wachten bij zo'n rode bak tot er een man van de KPTTG langs kwam in een busje. Dat sloeg natuurlijk nergens op. Dus wat je deed, je betaalde van tevoren. Ging je naar een winkel van de KPTG toe. En dan betaalde je aan het loket alvast het bedrag wat het dan zou gaan kosten om die brief van jou in de toekomst te gaan laten bezorgen. Ja, snap je het nog? En als bewijs van het feit dat je dan had betaald, kreeg je een soort van stickertje waar dat bedrag dan op stond. En een fotootje van de koningin, hè? De koningin. Oudere vrouw die dacht dat ze de baas van het land was. De 25-voudig Nederlands kampioen koekhapper. Ja, de dochter van die bionische man die nog steeds leeft. Weet je wel? Die man die niet meer dood kan, omdat hij geen natuurlijke organen meer heeft. Ja, die... Nou, dat stickertje plakte je op die coating met het e-mailadres. En dan deed het in een rode bak. En dan kwam er een man van de KPTG langs in een busje. Die maakte al die rode bakken leeg. En dan gingen naar een centraal distributiepunt toe. En dan gingen ze dat allemaal sorteren. Kijken waar het dan naartoe moest. En dan gingen ze met andere busjes weer bezorgen. En dat duurde dan hooguit een dag of twee, drie, afhankelijk van het weer. Wat een gedoe, zeg. Ja, daarom doen we dat ook niet meer, schat. De papa's ouders als jij was Michael Jackson nog een neger. Als papa uitging, ging je naar een house party, hè? Een house party. Was dat dan thuis? Nee, juist niet. Ging je met 10.000 man in een grote lood staan. Zet ze een drumcomputer aan. Ging iedereen heel erg enthousiast aan te bewegen. Was dat dan leuk? Nee, er was geen zakken. Hadden ze daar weer een pilletje voor uitgevonden? Nou, met pilletje was het wel leuk.
Toen papa's ouders zei, had je niet eens mobiele telefoons? Hè? Nee. Er bestond gewoon niet. Mobiele telefoons. Had gewoon nog nooit iemand van gehoord. Dan zat je in de kroeg met iemand. En dan praat je gewoon met degene die bij jou aan tafel zat. In den beginnen was er niets. Maar daarna kwam er steeds meer bij. Een heleboel was beter niet gekomen volgens mij. Moeten we wel verder gaan met door evolueren? Vraag ik mezelf af wanneer ik rondloop in Almere. Ik zie dezelfde mensen in dezelfde nieuwbouwwijken. In dezelfde banken naar dezelfde televisie kijken. Dezelfde vieze nootjes en dezelfde slechte wijn. Met de groeten van de blokker. Gannen Albert Heijn. En overal is iets. Het maakt me ziek. Ik kan niet naar een landschap kijken of ik zie wel een fabriek. En in ieder winkelcentrum hoor ik van die kutmuziek. Hello, is it me you're looking for? Reclame langs de provinciaals, weg op grote borden. Collega's op een bruiloftfeest die langzaam dronken worden. Gezinnen die als slacht verder een winkelcentrum doden. Transbouwers zingt in het. Op een nog kerstband met violen. Ga je bij McDonald's voor alleen maar vieze dingen. Een koor van dikke mensen die een kerstmis medley zingen. Een kroeg vol lippe mensen die alleen maar staan te bellen. Een poging tot moderne kunst op een rotonde in Capelle. Overal is iets, het maakt me ziek. Ik kan niet naar een landschap kijken of ik zie wel een fabriek. En in ieder winkelcentrum hoor ik, zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Dat je aan mij echt genoeg had. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Hé, hey, ga, schat, want je moet, dus je moet. Maar ergens tussen Rans, dorp Durgendam en Holiesloot. Zit ik met een biertje op het randje van een boot. Ik hoor alleen het tjoepen van een dier dat ik niet ken. En ik durf haast niet te denken hoe gelukkig ik hier ben. Er is hier niets, alleen maar leegte en de zon op mijn gezicht. Op de deining van de golven droom ik zachtjes een gedicht. Op school stonden ze geschreven het werkwoord en het werkwoord zijn. Ene stond voor werkelijkheid, de andere voor schijn. Ik wil doorgaan met het horen, ik maar daarvoor ben ik te verbaasd. Als plots vanuit het niets alweer een Boeing overraast. Een dronken groep studenten met een volle fles pasties. Twee juppen in een speedboot en een man op waterskies. En overal is iets, het maakt me ziek. Ik kan niet naar een landschap kijken of ik zie wel een fabriek. En in ieder winkelcentrum hoor ik van die kutmuziek. En ik luister hoe de klanken langzaam opgaan in de woede. Kan dan niemand mij vertellen dat ik alles heb gedroomd.